Nou, Boerenstroom, eigenlijk is Boerenstroom 2.0, is begonnen met een onderzoek van kunnen we de boerderijen die veel in het buitengebied zitten en veel dakoppervlak hebben, of voor hen een rendabele business case ontstaat als ze voor zichzelf gaan opwekken, voor de eigen bedrijfsvoering en wellicht ook voor de omliggende woningen. Het gaat om zonnepanelen op de daken en ook de erfmolens, dat kunnen er maar maximaal 2 zijn, ook op het erf. Kijk, stroom wordt alleen maar duurder en we gaan meer stroom ook gebruiken. Het zou natuurlijk mooi zijn als we met elkaar kunnen kijken van hoe kunnen we dat in onze gemeente op een waardevolle manier neerzetten. Ik hoop dat ze ook inzien dat zij echt een bijdrage kunnen leveren aan een maatschappelijke opgave. We hebben echt wat te doen met elkaar. En aan de andere kant, het kan voor de boeren ook een soort verdienmodel zijn. Dat ze ook onafhankelijk worden van een energieleverancier en ook zelf hun energie op gaan wekken. Dus het is denk ik een win-win. Als je iets gaat doen op het gebied van duurzame energie en je bent agrariër, neem vooral contact op met experts. Focus je niet op één leverancier. Vraag altijd meerdere offertes aan of doe een belletje naar ons. Maar dit is echt een mooi voorbeeld waarin de gemeente Epe samen met maatschappelijke partners, dus de energiecoöperatie en LTO, samen de handen ineens slaat om aan de slag te gaan. Nou, dat is hartstikke fijn.